Deze week is bij Forensisch psychiatrisch centrum Olde Kotten in Rekken de eerste afdeling van de in totaal negen afdelingen gesloten. De sluiting komt door de bezuinigingen van staatssecretaris Steven van Justitie. Sinds maart dit jaar geldt er een opnamestop omdat de kliniek in 2015 in zijn geheel gaat sluiten. Acties van het personeel hebben niets uitgehaald, zo werd op 27 juni duidelijk toen Teven weigerde om zijn beslissing te overwegen. De gemeente Winterswijk blijft kanshebber op de BNG Erfgoedprijs 2013. De Achterhoekse gemeente behoort bij de laatste vijf kandidaten voor de prijs. Ook Aalten deed een gooi naar de erfgoedprijs, maar deze gemeente is afgevallen. Naast Winterswijk zijn Leiden, Zettergenbosch, Kampen en de gemeente Noordoostpolder nog in de race. Deze gemeenten onderscheiden zich als het gaat om bewaren en benutten van erfgoed. De prijs van 25.000 euro wordt 31 oktober uitgereikt. Leerlooiersbedrijf Koninklijke Hulshof in Lichtenvoorde ontslaat 54 werknemers. Bij het 135 jaar oude familiebedrijf blijven na de reorganisatie nog 51 functies over. Door de wereldwijde crisis en de stijgende huideprijzen zag directeur Herman Hulshof zich genoodzaakt noodzaak deze beslissing te nemen. Het leerbedrijf trekt zich terug uit de meubelindustrie en gaat zich richten op schoenenfabrikanten, de vliegtuigindustrie en autosector. De werknemers zijn donderdag op de hoogte gesteld. Stichting Vrijwillige Oppas en Thuishulp Mantelzorgondersteuning heeft met een jaarlijkse verrassingsavond in het Onland in Gaanderen haar vrijwilligers in het zonnetje gezet. Rabobank Graafschap Midden, het Onland en Gilbert Wintjes met zijn slagwerkgroep maakten donderdag deze verrassingsavond van de stichting VOT mogelijk. Zo'n 60 vrijwilligers werden op een geslaagde avond getrakteerd. Samen bieden zij zo'n 80 personen mantelzorg. Werknemers van Grols hebben vrijdagnacht gestaakt. Het is voor de tweede keer deze week dat werknemers van de ook in Groenlo gehuisviste bierfabrikant het werk neerleggen. Aanleiding van de staking is het CAO-conflict. De werknemers zijn ontevreden over het door de directie gedane aanbod. In de Gelderlanden reageert vakbondbestuurder De Vries van het FNV. Hij stelt dat de leden duidelijk hebben aangegeven dat ze het hier niet bij laten zitten. Cafetaria het Pelkhuis in Winterswijk komt met een bijzonder gerecht, patatjes snert. De extra dikke ertersoep gaat over de gebakken friet. De snert is gebaseerd op een oud achterhoeks recept. Volgens cafetariahouder Laurens ten Berge verkoopt patatjes snert goed. Hij hoopt door deze bijzondere combinatie meer klanten in zijn snackbar te krijgen.